En aan de andere kant van de pagina stonden dan hele ontdarende, schimmelachtige beesten. Hallo, ik ben Sam. Dit jaar is het 10 jaar geleden dat Hugo Claus overleed. Het Litterenhuis herdenkt daarom de literaire duizendpoot met onder andere een expositie en tal van lezingen. Vandaag ga ik een kijkje nemen met de enige echte Tom Lanois. Zullen we gaan kijken? Ja, okay. Als schrijver was Claus een idool op bijna alle vlakken. Hij was de eerste rock- en rollster eigenlijk tegelijk ook van onze literatuur. Dus dat je buiten je schrijfsels ook iets moest betekenen als auteur. Ik vind het allergrootste fenomeen uit onze letteren. Brusselmans en mijzelf inbegrepen. Dat is Nobody Beats Daddy Hugo. Het is een tentoonstelling die mij heel erg bevalt omdat ze zo theatraal is. Hè. Ik dacht dat ik veel wist. Het en is al veel kende. Nee, het is echt een ongelofelijke ontdekkingstocht. En hij zou het zelf ook mooi gevonden hebben? Ik denk het wel, ik ben zeker van wel. Dus ik heb mijn hart hier wel eigenlijk opgehaald. Dus en iedereen moet het gezien hebben? Ik denk dat iedereen moet komen. Want dan ook besef je als je rondloopt, en dat is het echte compliment voor een grote artiest, je kunt je Vlaanderen niet voorstellen, ik zeker niet, zonder dat Hugo Claus bestaan heeft en geschreven heeft. En je beseft dat. Als je rondloopt en je ziet waar hij overal mee te maken heeft gehad, welke rellen, welke boeken, welke triomfen, welke veroveringen, welke schandalen, dan weet je, die heeft zo'n pigment gegeven, tientallen jaren lang, aan wat wij nu zijn, heeft hij meegebouwd daardoor. Daar word je echt van doordrongen als je rondloopt. De expo Hugo Claus achter vele maskers loopt nog tot en met 1 juli in het Letterenhuis in Antwerpen. Er is dus nog genoeg tijd om zelf het werk en het leven van de schrijver te komen ontdekken. Het koperen keteltje vol as van wat ik was wordt leeggeschud over het geduldig gras, mijn lief.